Als dat ik zal zijn, dan stellen we ons volledig ten dienste van de verschillende centra binnen FPC. We proberen de beide centra te ontlasten van hun bijkomende taken, zodat ze zich kunnen concentreren op de zorg. En zo komen we tot een ideale samenwerking. Ja, Grégory. Ja. Pak het maar mee. Goed. Het Sodexo-team staat zeer open om met de patiënten samen te werken. Zo dragen we ons steentje bij tot de verdere resocialisatie van de patiënt in hun traject. En wat vind je ervan? Veel werk vandaag? Veel werk gehad. Ja. Ik heb het gevoel dat dat echte collega's van ons zijn. Ja, want ze doen evenveel of ons. Dus ja, het is zoals op een echt werk eigenlijk. Hè. Dus als zij op tijd moeten zijn of als ze afwezig zijn, moeten ze dat komen melden. Zoals in de echte wereld, hè? Buiten de FPC. Maar ik leer jij nieuwe dingen. Je motiveert voor je te werken. Met de patiënt samenwerken, dat is altijd, dat is elke dag iets anders. Je leert iemand die geïnterneerd is, leert ook. Je brengt die mensen iets bij. Dat is het rapste paprika. Kun je dit in? Goed. Snijd hem goed in twee. Je kunt niet hier in de keuken staan met de gedachtegang van het zijn patiënten, ik mag ze niet vertrouwen. Ergens draait een knop om van wat eender wie wat ook gedaan heeft in het verleden, dat de keuken telt dat hier eigenlijk niet mee. Dat is al een beetje te groot. Ja, zonder vertrouwen, dat kun je niet werken, zeggen ze. Maar ik vind dat goed dat personeel van Sodexo ons zo goed vertrouwt. En ja, voor mij is dat het beste wat me eigenlijk hier overkomen is. Ik zal het zo zeggen. Ja, dat doet wel een beetje de motivatie voor de toekomst. Hè. Als je zo een tijdje binnen zit, is dat moeilijk voor te zeggen van morgen zetten we je buiten en begin je te werken. Ik haal absoluut voldoening uit mijn job, omdat ik hier met een gemotiveerd publiek werk. Er zijn natuurlijk soms ook triestige verhalen bij, maar als ik dan die mannen een hart onder de riem kan steken, dan is dat alleen maar meegenomen. Ik denk dat we echt werken als een tandem tussen Sodexo en de verschillende FPC-centra. En dat geeft ons een goed gevoel om dat waar te maken.